Hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik in een video bezig met mijn kleding. Ik heb een video van M.A. van der Pel gezien en superleuke video. Ga die ook zeker even kijken, neem een kijk op haar kanaal. Maar wat zij dus ging doen, is ze had best wel weinig kastruimte. Dus ze ging een seizoensgarderobe eigenlijk creëren. Dus ze ging echt heel erg, weet je, we gaan nu richting de lente, zomer. Weet je, we zitten trouwens aan de lente. Gaan richting de zomer. Dus al die dikke winterdingen en weet ik het allemaal had ze eruit gegooid. Nu leven we in Nederland. Dus bijvoorbeeld vandaag is het ook super slecht weer. Volgens mij, het ziet eruit alsof het zo weer echt super hard gaat regenen. Dus een paar truien of dingetjes moet je wel gewoon bewaren of longsleeves. Maar hè, voor het algemeen de grootste dikke dingen gewoon eruit gooien. Nu heb ik weinig ruimte voor mijn spullen. Ik heb hier, ik slaap op zolder. En ik heb hiernaast nog een kamer. En daar staat ook nog een rekje met truien en dingen erop. En ik heb hier een stellingkast. En ik heb hier helemaal vol met truien. Maar weet je hoeveel truien draag ik nu nog? Ja, echt super weinig. Dus ik denk, dat wil ik allemaal even gaan uitzoeken. En ik dacht, ik neem jullie gewoon lekker mee. Ga mee opruimen terwijl je dit kijkt. Of doe wat leuks. Pak een kopje koffie of een bakje thee. En dan gaan we gewoon lekker beginnen. Ik zat te denken om gewoon ook met deze stellingkast te beginnen. Dus dan zet ik jullie even wat dichterbij. Even wat meer settelen. En dan gaan we gewoon even kijken. Dus denk aan dikke truien, van die gebreide dingen. Bijvoorbeeld een leren broek. Ik heb van die lakbroeken. Draag ik gewoon nu niet, want je smelt er letterlijk uit. Dus gewoon dat soort dingen ga ik allemaal op mijn bed gooien. En dan gaan we daar even kijken waar ik het heen kan brengen. En dan kunnen we op die manier misschien even weer wat orde en rust in mijn kast creëren. Maar ook natuurlijk, je krijgt wat meer nieuwe ideeën. Als je dingen weghaalt en je ziet wat meer op een rijtje hangen of zo, wat minder, heb je soms ook weer wat nieuwe ideeën qua inspiratie voor fashion. En hoeven ook niet heel veel te kopen. Dus dat gaan we gewoon lekker doen. Ik zet jullie voor mijn stellingkast en dan gaan we beginnen bij de truien. Oké, ik zet jullie even iets dichterbij. Ik heb heel weinig ruimte, omdat ik heb schuine daken. Dus dan is het even wat moeilijker. Maar hier is in ieder geval mijn stellingkast. Dit bakje moet ik ook even wegstoppen. Hier zitten glittersteentjes in. Die had ik nodig voor een make-up look. Maar laten we hier beginnen. Ik heb hier allemaal accessoires, deo, parfum, dat soort dingen heb ik hier altijd liggen. Maar ik heb hier ook allemaal truien. Dus ik zit even... Ik heb als eerste deze trui. Super leuk van de H&M met zo'n rietje. Maar dit is eigenlijk echt te warm. Dus ik moet deze echt even wegstoppen. Dus dat gooi ik allemaal hier even. Ik heb hier een rekje staan. Gooi het allemaal even overheen. Deze kan ik op zich nog wel even erin houden. Dit is een jurk. En dit is gewoon zo'n wat een beetje zo'n zwetstofjurk. Echt super lang. Maar deze is niet heel dik. Dus die kan ik op zich nog wel een keer gewoon wanneer je een avondje op het terras zit of zo aandoen. Dus waar ga ik dit neerleggen? Deze leg ik even op een stoel hier neer met die ik wel wil bewaren. Nou, deze trui gaat sowieso weg. Een gebreide trui met super grote kol gaan we gewoon nu niet aandoen. Even kijken. Nou, nog meer gebreide truien. Een kabeltrui. En een kabeltrui met een kol. Gaan we niks mee doen. Dus die gaan allemaal weg. En wat mijn idee is, ik heb een rekje dus op de andere kamer hier op zolder staan. En ik denk dat ik daar gewoon al die dikke truien aan ga hangen. Dan hè, van wil ik toch wel een keer zo'n trui erbij pakken, dan kan ik altijd nog daarheen gaan. Maar het is niet noodzakelijk. Dan is de eerste plank eens leeg. Dan heb ik hoodies. Maar ik vind hoodies denk ik wel lekker om te in de kast te houden. Dus deze hou ik wel in de kast. En is gewoon een lekker pastelkleurtje. En ik lig heel vaak op de bank 's avonds met een trui aan. Vind ik gewoon heel erg lekker. Dus deze wel. Even kijken. Deze trui. Ik twijfel of ik deze weg moet doen. Want deze trui heb ik maar ook weer niet. Want ik vind hem super vet. Echt heel mooi. Hele mooie kleur van Champion heb ik toen bij de zipper gekocht. Maar wat het is, ik draag hem gewoon niet. En ik weet niet waarom. Maar ik vind hem toch gewoon moeilijk combineren of zo. Terwijl je denkt, gooi het op mijn jeans en het is prima. Maar ja, ik weet niet. Maar omdat ik hem toch niet... Ja, het is wel lekker truitje. Gaat op de stapel van weghangen. Want ik draag hem toch niet. Oh, deze trui is zo leuk.
I love deze trui. Dit is ook zo'n lekker gebreide trui, maar ja, veel te dik. Dus die gaat naar de winterstapel. Dan heb ik nog een hoodie. Deze. En die is cropped. Ook heel erg chill. Ik baal er echt alleen van dat die koortjes zijn verkleurd. Daar baal ik echt van. Maar ja, het is wel een hoodie. Maar ja, alle hoodies bewaren is ook niet nodig. Ja, hij zit wel lekker. Dit moet even een twijfelstapel worden. Wacht, ik hang hem even aan mijn deur. Twijfel ik nog even over. Maar ik wil niet alle hoodies gaan bewaren. Want dat heeft ook geen zin. Want ik heb er nogal wat. Dan deze trui. Moet ik ook even kijken van doe ik dit weg of niet. Deze trui is van de Costes. Ik vind die kleur echt geweldig. Maar ik pak hem er gewoon niet bij of zo. Hij is ook iets gekrompen in de was. Dus daar bouw ik ook gewoon van. Hij is wel leuk, hè? Als ik hem zo zie. Oeh, en op zich is het ook nog wel een lekker truitje van... Oké, laat ik die maar wel bewaren. Want ik heb ook niet heel veel truien. Gewoon echt van die sweaters, weet je, zonder capuchon. Dan deze trui. Deze van Dylan. Ook wel heel erg chill. Oh, maar ik wil niet alles bewaren. Ik leg hem voor nu even op de stapel van die laat in de kast. Nou ja, hier heb ik allemaal truien. Dit zijn allemaal gebreide truien, van die kabeltruien. Veel te dik. Ga ik nu niet aantrekken. Dus die moeten ook hierbij op de stapel van het weghangen. Die draag ik echt alleen maar gewoon in de winter. Die ga ik nu gewoon niet aandoen. Ze zijn wel heel gezellig, maar gaan we gewoon niet aantrekken. Nu heb ik eigenlijk heel die stellingkast dus leeg. Top, heel chill. Is het nu handig? Ja, misschien dat ik al wel... Ja, nee, dat is misschien niet handig. Wat gaan we doen? Ik ga eerst gewoon alles uitzoeken en daarna ga ik denk ik alles ophangen. Zodat we gewoon... want dan heb ik ook weer wat met hangers en zo, wat handig is. Oké, ik ga even al die trui op mijn bed gooien, even leggen. En daar doe ik alles op wat winterspullen is en wat weg moet. En dan kunnen we daarna op die manier even uitzoeken. Ik denk dat ik dat even ga doen. Dan ga ik nu deze trui weer heel even opvouwen. Even gewoon simpel. Want dan kan ik die weer even terugleggen en dan heb ik weer even wat ruimte. Zo, die zijn opgehangen en dan ga ik nu eventjes naar dit rekje toe. Hier heb ik... korte rokjes hangen. Ik heb hier blousjes, kooltruitjes, een beetje van die korte topjes. Gewoon echt van die tops. Dus ik moet even kijken. Qua rokjes hoeft er niet heel veel weg. Maar wel deze. Want dit is gewoon lakleer. Dat draag je gewoon nu niet. Dus die haal ik er even af. Want dat lakleer, je zweet je helemaal dood. Dus daar heb ik op zich geen zin in. Maar dit rokje kan wel gewoon prima blijven hangen. Dus deze gaat er sowieso uit. Even kijken. Nee, en verder qua korte rokjes zijn gewoon hele simpele rokjes. Gewoon lekker voor de zomer, lekker luchtig. Dus daar gaan we niks uithalen. Dan ben ik obsessed met blousjes. Zoals die ik nu aan heb van die lekkere mannenblousen van de Kringloop. Hou ik van. Daar heb ik er 1, 2, 3, 4, 5. Heb ik er ongeveer 13 van. Oeps. Allerlei verschillende kleuren, maar die laat ik er ook lekker hangen. Want die zijn heerlijk qua stof. Dus die kan je echt heel leuk aandoen. Lekker opknopen, ergens overheen dragen. Top, I love it. Dan heb ik hier nog... Oh ja, deze moet ik op werk weer even aandoen. Ja, deze. Ik twijfel of ik dit niet gewoon weg moet doen. Ik heb deze denk ik al, nou hoe lang zou het zijn? 3 jaar als het niet langer is. Ja, zoiets. Maar hij is op zich heel erg leuk. Ook om op werk te dragen voor de mensen die weten ik werk voor MAC Cosmetics. Dus MAC is black. Dus vandaar dat ik heel veel zwarte items in mijn kast heb. Voor als je het ook afvraagt. Maar als ik niet aan het werk ben draag ik eigenlijk voornamelijk heel veel kleur. Maar... nee, laat ik hem nog maar even een kans geven.
Maar dit is weer zo'n item, die ga ik er wel uithalen. Dit is een leren blouse. En zelfs in de winter, ik vind hem heel vet. Ik vind hem echt super mooi. Van de Kostes toen gekocht. Maar ja, ik draag hem nu gewoon niet. Want het is echt zweten, zweten, zweten. Dus in de winter vind ik, draag ik deze heel vaak op werk. Vind ik heel chill. Maar nu ga je er gewoon echt in zweten. Heeft geen zin. Dus die hang ik ook even weg. En die kan ik dan weer gewoon voor het tegen de winter, wanneer die garderobe weer een beetje komt, weer terugpakken. Ondertussen haal ik de lege hangers even uit. En die kan ik dan even op een bepaalde plek hangen. Even kijken. Nou ja, kijk, weet je, ik heb hier allemaal van die leuke blouses. Maar dit kan ik gewoon prima laten hangen. Je, dit zijn gewoon items die kan je lekker doordragen. Dus dat vind ik wel heel erg chill. Even kijken, dan heb ik kooltruitjes. En hier ga ik er wel wat van uithalen, omdat je draagt niet heel veel kooltruitjes. Nou, die draag je gewoon niet zo heel veel. Maar op dagen zoals nu wel weer. Dus deze hou ik er sowieso tussen. Deze heb ik even van Dylan gestolen, heel stiekem gisteren. Dus die hang ik er sowieso tussen. Deze ga ik er even uithalen. Deze draag ik ook niet zo heel veel trouwens, maar op zich de kleur is wel mooi. Nou ja, op de grond is ook prima. Dan haal ik deze. Ja, deze haal ik er ook wel uit. Deze hou ik wel. Die vind ik heel lekker. Die is heel dun. Even kijken. Deze laten. Nee, laat ik deze ook maar even weghangen. Want ik heb nog een zwart colletje. Die vind ik net iets chiller zitten. Dus die draag ik dan wel op werk. En dit zijn drie hele dunne colletjes. Deze zijn echt super dun. Dus deze laat ik wel lekker hangen. Die kan ik gewoon 's avonds heel leuk aan met een rokje. En voor als je bijvoorbeeld buiten zit of zo. Dus die laat ik wel hangen. En dan heb ik hier allemaal zomertops. Dus, oh, dit is een trui. Haha. Deze mag dan weg. En, nou ja, dit is een heel leuk topje. En, dus die. Ook een heel leuk topje. Deze vind ik ook heel erg leuk. Deze heb ik nog. Ja, deze twijfel ik trouwens of ik deze weg moet doen. Ik draag hem gewoon niet. Ik heb hem nu al 2 jaar. Toen heb ik hem voor vakantie gekocht. Maar ik denk dat het tijd is om deze weg te doen. Ik pak hem er gewoon ook niet meer bij. Ook een goede closet clean out. Deze is heel erg leuk. Even kijken. Ik vind deze ook top. Dit is zo'n one shoulder top. Is niet heel goed te zien. Super leuk ook op werk te dragen. Deze is van de Zara. Ook een one shoulder top met een strik. En dit zijn ook gewoon 2 hele leuke zomerige topjes. Dus deze laat ik ook lekker hangen. Dus zo neem ik ook jullie lekker een kijkje door mijn kast heen. Dan is dit rekje al leeg. En als je dat zo kan zien, heb ik best wel veel ruimte over. Dus dat is top. Dat is heel lekker. Je moet eerst je iPhone ontgrendelen. Maar dat weet ik helemaal niet. Ik schrok me helemaal door. Ik schrok oprecht. Oké. Nu gaan we naar het volgende rekje. En die staat, zeg maar, hier. En wat ik daar aan heb hangen zijn longsleeves, t-shirts, croptops, croptophemdjes. Er hangen toevallig 2 truien en spijkerjasjes nog aan. Er hangen andere jasjes aan, dus die moet ik ook nog even uitzoeken. En dan kan ik ook uiteindelijk even kijken van, nou, ik ga dit en dit hier hangen. Even misschien nieuwe organizing doen. Dan hang ik even, ik heb hier allemaal hangers die over zijn. Die hang ik even op het vorige rekje. En dan beginnen we met mijn trainerspak van Daily Paper. Ik ben zo verliefd op dit pak. Dit is het jasje en hier zit de broek. Geweldig. Niemand draagt het volgens mij. Behalve Sasha. Maar dit is gewoon zo'n heerlijk pakkie. Ik hou hier echt van. Gewoon lekker slangenpak. Maar deze is gewoon heel erg chill. Ook op dagen zoals dit. Dan trek je dit aan en het is top. Een sneakertje eronder en je bent klaar. Dus deze hou ik sowieso op mijn rekkie. Dan deze. Dit is zo'n vestje van de Monkey. Heel erg cute. Deze hou ik ook.
Deze gewoon leuk op een rokje of zo. En dan kan je gewoon even 's avonds, als je buiten zit, kan je hem nog even aantrekken. Dus dat vind ik heel erg lekker. Of als een soort jasje kan je deze aantrekken. Dus die sowieso. Dit is een kappa vest. Heel erg leuk. Zal ik dit laten hangen? Ja, is op zich wel handig, hè? Gewoon een soort vest. Dit kan je altijd dragen, natuurlijk. Ja, laten we maar doen. Dit is een soort windbreaker Adidas jas. Ik vind het heel vet. En ik wil dit nog een keer stylen met een crop top en biker shorts. Vind ik heel erg leuk. Dus deze laat ik ook even hangen. Dit is zo'n winter item. Die gaat er even uit. Ga ik nu gewoon niet aandoen. Is warm. Moet je over weer iets heen doen. Dus dat is gewoon te warm. Wel heel erg leuk zo'n Spencer. Even kijken. Dan heb ik hier lange mouwen bodies. Deze kan ik zeker bewaren. Die is gewoon super leuk. Heeft een driekwart mouwtje. Dus die sowieso. Deze gaat op de winterstapel. Dit is echt zo'n kerstbody die ik dan op werk draag. Dus dit gaat gewoon daarheen. En oh, deze vind ik ook nog steeds heel erg leuk, deze bodies. Maar ze zijn wel heel warm, omdat ze gewoon zo'n best wel stug stofje zijn. Ze zitten helemaal aangesloten. Dus ik denk dat ik deze toch maar naar de winterding moet doen. Herfst, winter. Ja, laat ik maar doen. Want ik ga ze toch niet met warm weer aantrekken. Hey. En ik kan ze natuurlijk altijd weer terugpakken, hè, als ik dat zou willen. Hier heb ik mouwloze bodies. Dus ook twee superleuke neon bodies. Ik draag ze eigenlijk niet zo heel veel. Ik moet ze gewoon weer eens erbij pakken. Maar die kunnen prima blijven hangen. Dit is mijn Favo Zara body. Wie heeft hem niet? Dit zijn twee sexy bodies. En dit is een met kant. Ik draag eigenlijk nooit kant. Waarom heb ik deze nog? Ik ga deze weg doen. Ik ga dit toch niet dragen. Zo. Maar deze kan ik wel gewoon prima bewaren. Dit zijn een beetje mijn long sleeves. Nu zit ik even te denken. Nou, deze kan er sowieso uit. Dit is gewoon zo'n heel simpel Hema shirt. Heb ik toen ooit gekocht toen ik een paar weken bij de Isiperie heb gewerkt. Toen had ik dat nodig. Draagt nooit. Verschrikkelijk. Dus die gaat gewoon even op die stapel op zich. Het is nu tegenwoordig mijn haarverf shirt geworden. Dus die geef ik even een ander plekje. Deze vind ik nog steeds heel erg leuk. En op zich kan ik long sleeves wel gewoon laten hangen. Want ja, dat is gewoon ideaal. Deze twijfel ik trouwens of ik dit moet houden. Nee, ik hou hem wel. Oh, ik ben zo makkelijk in besluiten. Of moet ik hem op de winterstapel doen? Nee, ik hou hem hier lekker tussen. Deze is heel chill. Deze is heel luchtig. Deze is gewoon heel lekker. Dus die hou ik er tussen. Mijn fave van de weekday. Dan, oh, deze is leuk. Deze moet ik even met bikershort combineren. Dat is leuk. Van Daily Paper. Super vet t-shirt. Dit shirtje van Adidas is ook heel erg leuk. Maar deze ga ik wel op de winterstapel doen. Deze zit best wel aangesloten. Best wel warm. Dus die kan ik beter voor de winter bewaren. Dan heb ik hier ook nog twee shirtjes. Long sleeves zwart. Maar deze hou ik er wel even tussen. Want die kan ik nog bij MAC dragen. En soms is het best wel koud in de winkel. Dus dan is dit wel lekker om te dragen. Dus dan hou ik die lekker ertussen. Dan heb ik ook nog drie van die mesh topjes. Ik denk dat ik deze eruit ga houden omdat dit een glitter is. Ik ga nu niet echt sneller een glitter pakken. Dit is meer voor de kerst en dat soort dingen. Dus die ga ik er even uithalen. Maar deze twee kan ik op zich wel laten hangen. Deze heb ik echt nog nooit aangehad. Ik moet hier even een lookje mee verzinnen. En deze is heel erg pretty. Ook heel erg mooi. Dus deze kan ik op zich wel gewoon laten hangen. Even kijken. Dit ruimt echt op, jongens. Dit is echt bizar. Nou, allemaal zwarte t-shirts. Niet super interessant. Hier ga ik even snel doorheen. Deze ga ik weg doen. Die heeft zijn tijd gehad. Hier nog een paar shirtjes. Ook niet heel interessant. Gestreept, donkerblauw, grijs. Ga ik ook even doorheen.
Dit is zo'n t-shirt van ik twijfel of ik hem weg moet doen. Want ik draag op zich niet echt deze kleur geel. Ik vind hem best wel hard. En hij is een keer gekrompen in de was. En dit is van Alter bij Ananushin. Dat was toen een merk. Ik vond hem echt super vet. Ik vind hem op zich nog steeds wel heel vet. Maar hij is dus best wel kort geworden. En ik vind het gewoon deze kleur geel wel heel heavy. Echt zo'n Hallo Jumbo geel. Ja, want waar zou ik dit mee combineren? Nee, ik moet hem wegdoen. Ik pak hem nooit. En dan bewaar ik hem alleen omdat hij dan van die collectie was. Dus dat is ook een beetje onnodig. Dit is trouwens wel een leuke tip. Dit zijn koptopjes van de Monkey. Super chill. Ze zijn een lekkere lengte. Niet te kort als je daar niet van houdt. En ze zijn gewoon lekker simpel. Ze hebben echt, nou ik denk dat ze misschien bijna wel 20 kleuren van deze dingen hebben. Dus dat is wel echt een aanrader om aan te schaffen. Kijk, dit zijn allemaal kroptopjes, maar die zijn gewoon chill, lekker, nog steeds leuk. Dus die hou ik er gewoon lekker tussen. En hier heb ik nog twee truien en een spijkerjasje. Deze trui bewaar ik, is gewoon lekker. Net als zo'n andere hoodie, die vind ik gewoon chill om te bewaren. Dus deze moet ik even opvouwen en bij die andere leggen. En deze trui is ook heel chill. Dat is echt mijn favoriete trui. Er gaat geen trui boven deze. Dus die laat ik ook gewoon nog even ertussen. En dit is een heel leuk spijkerjasje van Calvin Klein. En spijkerjasjes zijn natuurlijk altijd lekker in de winter en de herfst. En ik heb daar ook nog allemaal jasjes hangen. Dus ik moet even kijken dat ik die hier heen ga halen. Zodat ik daar ook weer zicht op heb. Maar die hang ik dus weer even tussen. En zo heb ik best wel heel lekker wat uitgezocht. Is er weer even wat ruimte. Ik heb een aantal dingen weggedaan. Zoals bijvoorbeeld een wit t-shirtje die gewoon, ja, niet heel mooi wit meer was. Weet je, hij zit lekker, maar hij is gewoon niet mooi. Die draag ik niet. Een ander t-shirt heb ik al heel lang. Doen we lekker weg. Dus op die manier heb ik alweer heel lekker dit rekje uitgezocht. Ik ga nu even deze trui nog opvouwen. En erbij leggen. Even kijken. En ik denk dat het ook wel heel lekker is. Want wanneer je dit dan hebt uitgezocht. En van het winter ga je dat weer hetzelfde doen. Dan heb je opeens weer allemaal nieuwe kleren. Weet je. Voor je gevoel. Dus ik denk dat dat ook wel heel erg leuk is. En dat je dan weer allemaal nieuwe inspiraties krijgt. Nu ga ik even alle kleren die ik van deze rek heb uitgezocht. Er even op mijn bed gooien. En dan gaan we naar het rekje die midden in mijn kamer staat. Oh jongens. Ik besef me nu ook gewoon hoeveel kleren ik eigenlijk heb. Het is echt bizar. Het is echt bizar. Oké. Ik heb hier nu ook een rek staan. En dit was het vorige rekje waar we mee bezig waren geweest. Dit is niet het beste licht. Omdat ik tegenlicht heb van het raam. Maar we moeten het er even mee doen. Ik heb hier allemaal blazers. Ik hou van blazers. Ik ben obsessed met blazers. Ik heb een zwarte, een grijze, een bruine, een zwart glim. Een net andere kleur grijs. Nog een zwarte. Ik heb een krijtstreep donkerblauw. En ik heb een rode. Maar ik ga deze er wel uithalen. Omdat dit is echt zo'n bordeaux rode. Heel mooi. Maar ik vind het echt een winterkleur. Dus die ga ik gewoon nu niet bijpakken. Dus vandaar dat ik deze weg ga doen. Dus die gaat even weer terug naar de winter. Maar de rest vind ik nog steeds heel mooi. En blazers draag ik nu ook als jas. Dus vandaar dat ik dat gewoon heel erg lekker vind om te dragen. Kijk, dit is dus een item, daar twijfel ik over. Want het is een trui, maar korte mouw. Dit is van Supreme trouwens, heb ik in Londen gekocht. Echt fucking blij mee. Maar het heeft korte mouwen. Nee, deze wil ik er wel tussen houden. Maar het is ook meer gewoon, ik vind het zo vet. Gewoon, dit item vind ik gewoon zo stoer. Maar ik kan het misschien ook wel heel leuk met, weet ik veel, bikershorts of zo aan. En op die manier even een lookje creëren. Dus die heb ik even opgevouwen en die leg ik daar neer. Nu kom ik bij allemaal jurkjes. Allemaal jurkjes met spaghettibandjes. Deze is super leuk. Bij de kringloop gescoord. Een panterprintje, een soort satinachtige stof. Heel erg cute. Deze moet ik even stylen in de zomer. Ik weet het nog niet. Heb ik het ooit in de zilt bij de Zara gekocht. Maar het model is een beetje apart. Moet ik even gaan proberen te stylen. Dus ik ga hem nog niet wegdoen. Ik wil hem wel echt een kans geven deze zomer. Dan heb ik er eentje met stipjes. Gewoon een zwarte.
een fluweelblauwe die nu opeens van mijn hanger afgaat. Gaat dit goed? Nee, het gaat helemaal niet goed, tuurlijk. Ja, zo'n fluweelblauw in ieder geval. Siri is lekker bezig vandaag. Daar heb ik geen antwoord. Nee, dat snap ik. En ik heb een paarse en deze heb ik ook nog in het groen, maar die zit in de was. Dus ik heb echt heerlijk veel spaghettijurkjes. I love it. Dus die houden we natuurlijk of course. Dan bijna alle jurkjes blijven hangen hoor, want dat is gewoon super chill. Deze roze van de Zara. Deze van de H&M, die is heel oud, maar ik vind hem nog steeds best wel cute. Deze van de... Oh. Deze van de Zara is heel sexy. Die heeft echt heel veel boei. Maar die is wel weer heel leuk voor als je uit eten gaat. Dus die... Dit is een lege hanger, die hoort je niet. Dan drie jurk van de H&M. Deze is heel erg nieuw, verliefd. Deze ook redelijk nieuw, ook verliefd. En deze heb ik alweer een aantal weken, maar nog steeds verliefd. Super chille jurken, laat ik lekker hangen. Deze laat ik hangen. Dit is een jurk, die laat ik ook hangen. Maar het is wel een twijfel van, omdat die lange mouwen heeft. Maar die is wel weer heel erg mooi voor als je lekker uit eten gaat. Ik heb nog steeds geen gelegenheid gehad om deze te dragen. Maar ja, het was natuurlijk het virus. Dus we konden op zich ook niet echt ergens heen. Dus die laat ik ook lekker hangen. Deze laat ik hangen. Deze. Deze heb ik vrij nieuw. Vind ik ook heel erg leuk. Bij de TK Maxx gescoord. Zo'n onderjurk met een jurk eroverheen. Ga jullie binnenkort op mijn Instagram zien. Deze laten we hangen. Deze. Ja. Dit is het gevalletje. Ik pas hem niet meer. Van nee, kom erin. Maar flatteren test niet, zeg maar. Dus moet ik denk ik gewoon wegdoen. Ja, laat ik maar wegdoen. Want als ik hem niet wegdoe, blijft hij altijd maar hangen in de kast. Deze. Nou, deze kan er wel uit. Dit is een jurkje van de H&M. Die heb ik op werk gedragen rond de feestdagen. Maar die is gewoon heel warm. Dus die moet ik wel er even uithalen. Net als deze. Dit is echt zo'n oud en nieuw party jurk. Die hou ik er ook even uit. Hij is wel heel leuk trouwens. Die heb ik ook alweer bijna 2 jaar, maar toch is hij nog steeds leuk. Dit zijn van die turtleneck jurkjes. Echt wel heel erg leuk en gewoon heel erg chic. Maar is nu gewoon zo warm. Dat gaan we gewoon niet meer aandoen. Dus die gaan we er ook even tussen uithalen. Ik ben nu heel leuk trouwens alles van de hanger afhalen. Maar ik moet straks weer bijna alles aan de hanger gaan doen. Zit daar logica in? Ik denk het niet. Een jumpsuit, heel pretty. Dit is ook zo'n pak, die ga ik er even uithalen. Hij zit me nu ook iets te strak. Het viruskilo, zeg maar, weet je. Ik denk niet dat ik de enige ben. Maar gaat nu Siri weer aan? Een ogenblik. Oké, dit heb ik op het web gevonden voor Weetje in die Tanja. Kijk maar. Ja, eens. Tanja, hoi. Ik heb niks met Tanja, ga weg. Oké. Dit pak heel leuk, maar super warm. Ga ik gewoon niet aantrekken. Dus die hang ik weg in de hoop dat ik tegen de winterwereld ben afgevallen. Dit is een pak. Vind ik heel leuk. Maar dit is dus... Ik vind deze heel vet. Maar hij is ook heavy. Omdat hij is gewoon geel. Fluweel. Maar ik vind hem wel echt heel stoer. Dus ik wil hem er wel even tussen houden. En een tuinbroek. Nou, die kan ik er wel tussen houden. Nou, dat waren een beetje alle jurken, pakken, blazers, dat soort dingen. Ben ik ook al wel weer even wat meer ruimte. Dan heb ik hier rokken. Ik zal er gewoon even uithalen wat echt heel winters is. Even kijken. En dat is bijvoorbeeld deze. Deze vind ik best wel winters, want het is zo'n fluwelen stof. Dus die is best wel warm. En ik vind dit ook gewoon, ja... Nee, die haal ik er even uit. Die... mag van het winter weer tevoorschijn komen. Die niet. Deze gaat er ook uit. Een gebreide. Is gewoon veel te warm, let's be honest. Dus die gaat er ook lekker uit. Ik heb hier mijn passende trui van trouwens. Van de H&M X Pringle collectie of zo toen. Echt superleuk. Deze ga ik eruit halen. Because it's leather. En
Leather is niet zo heel lekker. Wit is weather. Gaat er helemaal nergens over. Maar is gewoon te warm, dus die hou ik er even uit. Even kijken. En nog twee leren gevalletjes. Waarvan je denkt, draag ik nu toch niet, dus why would I wear it? Why would I hang it in the closet, yes? Deze is heel erg mooi, heel erg vintage. Die is van mijn moeder geweest ooit en is ook echt leer. En dit is een hele mooie plissé rok van de H&M in het bruin. Maar die gaan we allemaal lekker weghangen, omdat we het toch niet dragen op het moment. Dus dan is het ook niet nodig. Nou, dan ben ik daar ook weer mooi uitgedund. Lekker, ruimte, love it. Deze ga ik even weghangen. Dan ga ik even wat dingen erbij pakken van de andere kamer. Dat ik even kan, die erbij kan halen en dan kunnen we even kijken. Zo, er hingen al heel veel winterse dingen, dus ik heb er niet heel veel van weggehaald. Wel deze trui nog, omdat ik die heel erg chill vind, is gewoon zo'n normale sweater, weet je. Die kan je gewoon nog lekker dragen. Dus ik wou die er wel even tussenuit halen. Dus die gaan we zo even opvouwen. Deze wou ik ook tussenuit halen, is gewoon zo'n lekker kleurtje voor dit weer. En het is gewoon een hele simpele, lekkere hoodie. Dus die vond ik ook wel leuk om er even uit te halen. En dit is een spijkerjasje van Calvin Klein. En nog een leuk blazertje die je nu ook gewoon aan kan doen. Dus deze heb ik ook nog even uitgehaald. Dan en de rest laten hangen. Het zijn gewoon hele winterse dingen. Dus die, nou ja, niet mega interessant om te laten zien ook. Even kijken. Dit zijn dus jasjes. En dan kan ik die misschien hier wel aanhangen. Maar die blazer gaat wel weer even hier tussen. Oh, dit rekje stort bijna in. Is zo erg. Top. Oké, dan zijn die spijkerjasjes er ook gewoon nu bij gekomen. Ja. Waarom ben ik hier aan begonnen? Dat ik moet nu alles weer opruimen. Nee, maar dat maakt niet uit. Wat ik nu gewoon moet gaan doen is dingen aan een hanger hangen die gaan hangen. De rest opvouwen en dat gewoon even naar de andere kamer brengen. Zodat het heel even daar kan liggen. En dan kan ik het gewoon op die manier even opbergen. Dus dat ga ik even doen. Niet heel interessant om te filmen. Dus daarom ga ik heel even de camera uitzetten en ben ik straks weer terug. En dan gaan we gewoon lekker even verder. Dus dat is even wat ik nu ga doen. Oké, ik ben gelijk aan de slag gegaan met al mijn broeken. Mijn broekenkast even leeghalen. En de stapel, ik had al een stapel met kleding die ik weg doe. En daar heb ik de andere items ook bij opgelegd. Nu heb ik al mijn broeken even uitgestald over mijn bed. En dan ga ik even doornemen hoe en wat. Want daar heb ik ook een aantal dingen die ik van weg doe. En natuurlijk een stapeltje winter. En wat ik weer terug in de kast ga leggen. Dus dat wil ik nog even laten zien. Zo. Ik heb hier alles liggen. Dit is de stapel met dingen die ik weg ga doen. Dus dit is leer, lakleer. Dit vind ik ook best wel een winterse broek. En dit is ook zo'n lakleerbroek. Dus die gaan gewoon allemaal naar de winterdingen. Dan heb ik... Dit zijn bikershorts, moet ik even apart leggen. Dit is een hele lekkere soort van gebreide wijde broek. Zit gewoon super. Dit is mijn camouflagebroek. Die is ook echt heel erg leuk. Is die. Ik heb hier wat nettere bikershorts. Een korte spijkerbroek. Een korte leren broek. Die doe ik dan wel weer, omdat die is kort. Dus die kan ik misschien wel aan. En een zwarte culotte. Dus die zijn allemaal best wel lekker zomers. Heb ik hier zo'n Adidas legging en nog een glitter flare. Ik draag eigenlijk nooit meer flares, dus ik heb ook heel erg getwijfeld of ik deze moet bewaren. Maar ik ga nog even een kantje geven. Wie weet kan ik er nog iets leuks mee doen. Dus die hou ik nog heel eventjes. Dan is dit mijn stapel trainingsbroeken. Super veel. Adidas Vintage, Daily Paper, Fenty X Puma, Adidas. Gewoon een zwarte. Weer een Adidas. Dus maar trainingsbroeken draag ik heel erg veel. Ik heb vandaag bijvoorbeeld gewoon zo'n lekkere panterlegging aan. I love it. Jeans zijn dit. Ik zit nog even voor deze te twijfelen of ik hem moet bewaren. Maar ik denk het wel, omdat het gewoon een mooie kleur is. Nou, Monkey, Costas, Costas, Monkey, Monkey, Zara. Dat zijn echt mijn favorite jeans. Draag ik eigenlijk
het meeste. Dus dat. En ik heb hier nog een paar broeken en die gaan weg. Why? Deze heb ik letterlijk al 5 jaar. Zie je, dit scheurt helemaal bijna door. Moet ik afscheid van nemen. Dit is een flared jeans van de Costes. Was ik toen heel erg blij mee. De wassing wordt alleen heel erg lelijk. Hij was echt zwart. En hij zit net niet high waist. Dus ik draag deze echt niet met plezier. Dus ik moet er afscheid van nemen van mezelf. Dit is een broek. Wou ik heel erg graag hebben. En ik heb hem letterlijk 1 keer aangehad. Heb ik toen bij de Costes gehaald. Een beetje zo'n 80s-achtige balloon jeans. Hartstikke leuk. Maar ik draag hem nooit. Ik draag hem gewoon nooit. Het kan ook misschien de kleur zijn. Dus ik heb tegen mezelf gezegd, zoals we gaan er afscheid van nemen. Want het is zo zonde, al kan ik hier iemand anders blij mee maken, dan ben ik veel gelukkiger. En ik heb deze, dit is trouwens mijn werktas. Maar en ik heb deze slangenlegging, is ook al wat versleten. Ook zo'n flare, echt super mooi. Maar dan denk ik, ik doe deze weg, ga hier afscheid van nemen. En dan wil ik liever op zoek naar zo'n legging in slangenprint. Dus vandaar. Dus die ga ik ook bij de stapel weg doen, leggen. En dan heb ik dat ook allemaal een beetje uitgezocht. Ik heb hier een kast staan. Het is echt zo'n tieringzooi op mijn kamer, sorry. Maar hier heb ik de kast staan waar ik mijn broeken weer terug in ga doen. En dan heb ik allemaal kleding uitgezocht. Maar ik zal jullie eerst even meenemen naar de andere kamer. Want daar heb ik ook dingen neergelegd. Dit is zeg maar logeerkamer. Dus even kijken. Ik heb hier, even kijken niet dat ik op de microfoon zit. Dit zijn alle leren rokken, lakleren rokken, longsleeves, kolletjes, jurkjes, rokjes die ik allemaal weg wil doen. Ik ga mijn moeder even vragen of ze nog een bak heeft waar ik dit gewoon even in kan stoppen. Dan is het ook gewoon gelijk goed weg. En heb ik hier alle wintertruien en dingen die ik heb opgehangen. Dit zijn nog 2 blousjes. Niet naar kijken. Heb ik toen verkeerd besteld. Het is een jas van mijn moeder geweest. Maar dit zijn allemaal verder winterdingen. Maar die zijn gewoon lekker eruit. Dus dat is echt super chill. I love it. Dan heb ik gewoon, ja, ik heb gewoon weer wat ruimte. Weet je, het is gewoon allemaal weer wat een frissere blik op je kledingkast. Dat vind ik gewoon heel erg fijn. Dus ja, en ik heb eigenlijk alles een beetje qua indeling hetzelfde gelaten. Dus ik heb nog steeds hier, heb ik allemaal blazers, jurken, lange rokken en lange broeken. Die ik, zeg maar broeken die ik niet echt op kan vouwen, zoals een... Ik heb zo'n hele mooie wijde roze pantalon. Die kan ik gewoon niet opvouwen. Wordt die lelijk. Dan heb ik hier de truien. Hier nog steeds die colletjes, topjes, blousjes. Wat ik er altijd hangen. Heb ik hier die spijkerjasjes bij opgehangen. En nog steeds de t-shirtjes, koptopjes. Dat soort dingen heb ik daar hangen. Dus dat is eigenlijk een beetje wat is veranderd. Ik vind het super chill dat gewoon alles nu een beetje leeg is. En dat ik gewoon weer een beetje wat frisse winter in heb zitten. En ja, ik ga die dingen die ik weg wil doen, ga ik even op een stapel leggen. Ga ik even vriendinnen een melding geven dat ik dingen weg doe. Zoals Marit, vriendinnetje van mij, had laatst alweer op meegenomen. Nu zijn er natuurlijk nieuwe dingen bijgekomen, dus ik laat ze lekker uitzoeken. En ga ik allemaal broeken terug in de kast doen. En dan was dat het wel, denk ik, voor de video. Oh, het is een hele klus, maar ik ben blij dat ik het heb gedaan. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te kijken, om dat een beetje te zien. Gewoon zo'n lekkere opruimvideo. En ja, zie ik jullie gewoon de volgende keer weer bij een nieuwe video. Doei doei!